Silent Fornuis biedt een uitgebreide keuken waarbij de patroon aan het fornuis met evenveel plezier spaghetti of een kreeft voor u bereidt. Buiten de zomermaanden nemen kapitein Fré Béguin en gastvrouw Siska u elke eerste vrijdag van de maand met het Silent Fornuis mee op wereldreis, waarbij u telkens in een andere havenstad kan proeven van het uitgelezen expeditiemenu met aangepaste wijnen. Na een heerlijk diner staan een dampende kop koffie en een heerlijk dessert u op te wachten in het zoet genot. Een aangename sfeer en de geur van koffie lokken u naar de dijk van Oostduinkerke, waar u genietend van een van de vele koffievariëteiten op het zuidersterras van Zoetgenot bij Luc en Marilien tot rust komt. In Zoetgenot is alle ijs in huis bereid en ook als horentje mee te nemen en te proeven. Proeft Zoetgenot, een heerlijk dessert van vele soorten ijs en zo'n halve kilo vers fruit.